is dit? Een soort dinosauriërs, of nee? Is dat van Star Wars? Ja, dat lijkt me wel. Die beestjes daar rechts herken ik wel. Die, Oh ja, dat is daar ook met een rekker. Wow. Mooi gemaakt. Ja. Kijken. Ja. Staat er ook onder. Microfighters. Goeiedag. Waanzinnig dit. Ja, in de ruimte heb je geen lucht natuurlijk, dus je kan niks horen. Maar je moet dus rond blijven. Ja, precies, ja. Het is de Engelse Guard. Muziekje is er ook bij, hoor je? Ja. Toppie. Mooi. Prettige dag nog. Ciao. Ja, en allemaal Star Wars afdeling hier. Ja. Zal ik er even naast gaan staan? Zie je hoe groot hij is? Moet je kijken. Wow! Allemaal blokjes. Hoe heet dat ding? Wookie. Wookie? Ja. Jij kijkt niet naar Star Wars. Nee, nooit. Ik ben geen Star Wars meneer, nee. Dat is die aap toch? Ja, een beetje aap. Een beetje... Een Yeti. Ja, de verschrikkelijke sneeuwman of zo. En wie is dit? Dit is of Yoda of Grogu. Ja. Dat is R2-D2, die ken ik. Ja, R2-D2. Dat robotje wat vogelgeluidjes maakt. Ja. Denk ik wel de meest iconische figuur van Star Wars. R2-D2. Jij bent geen Star Wars fan, maar je kent hem wel. Ik ken hem wel, ja. AT-AT. Heet hij zo? Ja. Oké. AT-AT. Oh ja, er staat er een vechtje mee met AT-AT. Maar achter je zijn kinderen aan het bouwen, denk ik. En als je hem af hebt of zo, dan mag je hem erbij zetten, denk ik. Kijk, een enorme bak met Lego. Ja. Er zal wat verdwijnen hier ook. Ja, dat denk ik had ik nog niet. Er zal wat verdwijnen. En dan weer klaar en dan zet je hem bij de grote. At, at. Ja. Ja, ik ken de beelden allemaal hoor, maar ik ben geen Star Wars kijker. Het wordt toch wel een keer tijd dat je gaat kijken dan. Waarom? Dat het gewoon bij je opvoeding hoort. Okay. Star Wars is gewoon... Ja. Hij is uit de jaren 70 toch, die film? De eerste film van de jaren 70. Dat parabam, 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 parabam. Ik vind het zo grappig, overal staan bakken en overal zijn kinderen aan het knutselen. Ja, deze ken ik echt, die wel, maar die ken ik helemaal niet. Die natuurlijk ook, die zeker. Waar gaat het verhaal eigenlijk over, Star Wars? Wat is dat voor... Nou, je hebt een groot imperium. En dat imperium wil het hele universum veroveren en onder een regime krijgen. En je hebt een groep rebellen die vechten tegen het regime. Het keizerrijk, zeg maar. Ah. En ja, er zijn dus in het begin door George Lucas drie delen gemaakt. Het was deel 4, 5 en 6. En later zijn 1, 2 en 3 gemaakt. En nog later zijn 4 en 5. 7,
8 en 9 gemaakt. Oh, lekker logisch. Jemig, dat zijn... Nu zijn er allemaal spin-offs. Allemaal aparte verhalen uit de saga, zeg maar. Oké. En die heb je nu op Disney. Ik heb laatst nog een hele serie gekeken. Jemig. Ja, dit is dan een scène volgens mij uit Clone Wars. Dat ze op dat bevroren eiland of bevroren planeet zitten. Ja, het is allemaal met, ijs dit, ja. Jee. Heel mooi die ramen. En al die mannetjes met die petjes op, dat zijn allemaal de good guys. En dat zijn de bad guys die van rechts komen. Ja. En de good guys hebben dus die ruimteschepen die eruit schieten. Kanonnen. Wat zijn die vier cilinders daar al aan het eind? Volgens mij een energieopwekkingsstation of zo. Waar ze hun energie vandaan halen. Oké. Okay. Daar lijkt het tenminste op. Ik heb die films ook niet. Niet eens. Gisteren gezien of zo. Oké. Okay. Ja, dit is wat anders dan mijn standaard Lego blokjes van vroeger. Worden die blokjes nou speciaal gemaakt om dit te kunnen doen? Want je hebt allemaal hoekjes die je nooit anders kan gebruiken. Er ongetwijfeld gewoon stukjes bij zitten die speciaal voor Lego Star Wars gemaakt zijn. Ja. Er zit een plafond met allemaal lampjes daar links. Is het de Manic Bay? Wow. Maar moet je nagaan hoeveel verlichting doet. Oh, sorry. Met de speer van de scène. Ja. Dat koude licht erop. Ja, dat witte, dat blauwe licht en dan op die witte ondergrond. Is van, ja, het is je bloedheet, maar als je het zo ziet, denk ik dat het heel koud uitziet. Het zit hieronder nou, een gat helemaal in de grond. Ja, prachtig. Echt prachtig. Heel mooi gemaakt dit. Ja, prachtig. Het is Luke Skywalker, toch? Ja, toch? Ja. Weet ik ook weer. Luke Skywalker. Het is een lightsaber. Alleen zijn lightsaber staat niet aan. Nee. Lukje. Ik zei toch, ik ga mijn schoenen uitdoen en dan ga ik erop staan. Om het gevoel van de jaren 70 weer terug te krijgen. Een Lego blokje. 8 keer Lego staat erop, heel klein. Staat er echt op? Of ik kan het niet zien. Heb je een souvenirtje? Ik heb een souvenir, ik heb een Lego blokje. Eerlijk gevonden. Eerlijk gevonden bij een stuk op Lego. Sep. Die is binnen, dat is nummer 1. Aan het licht. Dat is lief, hè? Ja, zo lief, hè? Ja. Goedie, goedie, goedie.